mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik had daar net al een stukje opgenomen. Maar mijn camera werkte niet, want ik heb hem nog niet helemaal onder de knie. Maar ik heb dus een nieuwe Sony camera. Ik ga hem even tonen. Dit is mijn nieuwe camera. Wat een parel. En ik heb vandaag een meeting met de girls en de boys. Girls. Nugget. Nugget, hey. Ben je hier ook? Waar is je vriendin? Waar is je vriendin? Daar is je vriendin. Oh, oh, maar te cute ben jij. So, my friends. Ik heb net een unboxing gedaan. En kijk naar Nugget. Nugget, kom hier. Kom hier. Kijk, kleine Nugget heeft het pakje gekregen. Mooi, hè? Je bent zo cutiebeer, hè? Je bent zo'n kleine cutiebeer, hè? Zo'n kleine cutiebeer, maar zo'n kleine keffer. Zo'n kleine keffer. En ook deze les heeft ze gekregen. Mega cute. Het is eigenlijk hetzelfde. Ah nee, het is niet hetzelfde als het pakje. Dat is van wel, maar... Oh. Kijk dat je zo je hond wil kapot knuffelen. Dat je zo... Ah, het is zo klaar, kleine cutiebeer. Ik zie ze zo raar. Deze mand is ook nieuw. I love it. Vind je echt super cute. 1, 2, 3, poep. 1, 2, 3, poep. 1, 2, 3, poep. Hello my friends. Good morning. We zijn donderdag en vanavond moet ik naar Q Music. Want ik moet een recensie geven over de show van William Boeva. Dus die heb ik gecheckt. En vanavond geef ik daar mijn recensie over. Maar ik dacht, misschien is het leuk om nu samen mijn Get Ready With Me te doen. Want, ja... Voor de rest heb ik ook niet zo'n interessant leven dat ik heel de week heb kunnen filmen. Oké, slechtste angle ever, but we'll make it work. Kijk eens zo'n hoesje het is met zo van die flubbers aan. Het werkt. Oh my god, ik kreeg het er niet af. Wat wel. St. Texas. Die vind ik ook zo cute. Dat is mijn hartjes. Echt allebei kei cute, maar we gaan dus mijn Get Ready With Me doen. Ik heb er echt geen zin in. Ik begin met een badje met micellair water. Ik heb mijn gezicht gereinigd in de douche. Maar ik ga er altijd nog een keer over met een watje en micellair water. Like this. Dan gebruik ik het Beauty Elixir van Coralie. Zalig. Dan gebruik ik dit eerste serum, dat is de Vino Perfect van Coralie. Die is bijna op. Maar ik vond die wel echt goed voor vlekjes. Is het erop? Want dat heb ik wel. Ik heb niet de meest flawless skin. Like this. Dan neem ik het tweede serum. De Resveratrol. Nee, Resveratrol. Ik kan het woord echt niet uitspreken, maar die is echt bom. Die is echt niet normaal. Dat is echt facelift in een bottle. Als je jonger bent dan 25, heb je dit niet nodig. Maar deze girl is niet meer jonger dan 25. Deze girl wordt 26. Hekke, jullie kennen mij echt. De OG's van de vijver kennen mij echt van toen ik 15 was. Ik word gewoon 26. Hoe am I? Dan gebruik ik de Resveratrol. Deze crème. Zo. Like this. Oh. Zo snel, hè? Hup. En dan gebruik ik hoe de... Het woord dat ik niet kan uitspreken, de oogcrème. Dat is een lifting crème. Ik doe altijd ook een beetje van mijn oogcrème op mijn bovenlip. Dus ik smeer die zo uit. Zo. Ga ik naar boven. Hier ook. Ver. En dan. Omdat bij het ouder worden kan je hier zo rimpels krijgen. And we do not want that. Zal ik mijn make-up ook filmen? Want dit is eigenlijk mijn skincare routine.
kan eigenlijk wel, hè. Dus ik krijg een goedheid voor de dag. Ik vind het leuk om make-up te dragen, maar geen mascara. Ah, en dat is het lipmask van La Neige. Anyhow, dan gaan we mijn make-up doen. Ze hebben mijn neus vol. Ik begin met de smoothing serum van Bobbi Brown. Die gebruik ik nog niet lang, want ik gebruikte gewoon de crème. Zo. Het lijken echt veel crèmpjes, ik weet het, maar het maakt mij gewoon echt gelukkig. Ik gebruikte eigenlijk enkel deze. De Vitamin Enriched Face Base. Enriched. All-in-one primer en moisturizer. En het is vooral voor de primer dat ik het gebruik. Dat ik het wel leuk vind als mijn make-up iets langer blijft zitten. Anders, als ik buiten kom in België, vliegt mijn make-up gewoon weg van de wind. En duw die echt vooral hier hard in en op mijn neus. Want dat zijn de meeste plaatsen waar mijn gezicht droog wordt. En waar mijn make-up dus niet mooi zo aanbrengt. La 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 la. Voilà. En dan begin ik met de Vino Crush van Caudalie, nummertje 2. Die is echt haar. Dat is dus... Kijk, ik moet echt een hard doen, want ik heb er al zoveel van gebruikt. Dat is dus een witte crème. Amai, die... De ding is wel echt goed. De lens. Nice. Dat is dus een witte crème. En moet dat op je gezicht aanbrengen. En dan neemt dat eigenlijk een beetje het kleur over. Je ziet van je huid. Like this. Nu was ik mijn hand, want ik kan er niet tegen als mijn hand in schmink zijn. Ensuite gebruik ik deze van Kylie Cosmetics. Dat is de Power Plush Longwear Concealer. En hiervan heb ik ook de foundation. Die is trouwens echt bam bam bam. Maar die gebruik ik meer voor als ik ga gaan eten of weg ga. Niet voor nu thuis content te filmen. Er is in het kleurtje 2-5 in. Ik vind die is echt zo... Het is niet normaal dekkend. Ik vind die echt zo... Zo. Breng ik hier aan. Een beauty blender. Kijk, en dat bedoel ik dus. Mijn neus heeft nu zo van die belletjes. En dat was dus niet mooi blenden. En ik had het. Ik ga een beetje van deze plantaardige olie op mijn vinger doen. Oeh, veel te veel. En op mijn neus deppen. Dat hij er goed gemoisturized is. Ja, oké, okay, want even hiermee moeten doen. Beter dan dit gaat niet worden. Dan gebruik ik deze Clinique Chubby Stick. Die is echt... Oh, ik gebruik die echt al zo lang. Die raakt ook niet op. Voilà. Dat blend ik uit met dit borsteltje. Een beetje zo. Dan gebruik ik de restantjes om mijn voorhoofd te doen. Ah, het zit me nog. Oh, wimperattack. Dan doe ik bronzerpoeder aan. In de week gebruik ik meestal die van Hoola van Benefit. Maar anders gebruik ik deze van NARS. Die is echt... Oh, ik vind die zo goed. Deze. Supergoed kleur. Dat is dan het kleurtje Laguna 3. En nu gebruik ik gewoon die van Benefit. Iedereen kent die van Benefit. Voilà. En dan nog blushen en mijn wenkbrauw. Voor blush gebruik ik
Deze. Dit paletje van Nars ook. Er zitten er 4 kleuren in en ik doe zo. Over beide, want ik vind dat een goede combo. En dan dep ik dat een beetje op mijn wangen. En deze. En dan nog mijn wenkbrauwen. En I'm done. De Clear Brow Gel van Anastasia. Daarmee kan ik mijn wenkbrauwen iets mee in de lucht, dat dat een verfrissende look heeft. Zo. En dan vul ik dat in met deze Douglas Brow Pen in nummertje 2. Zo'n kleine tip. En ik doe het er eigenlijk wel goed mee. Heel lichtjes, niet te veel. Dat die toch een beetje treffelijker uitzien. Voilà. Dit is een soort van no make-up make-up look. En ik vind het eigenlijk heel leuk om geen mascara te dragen. Want dat duurt zo lang voordat je make-up dan af is. Verschrikkelijk. En nu mijn rampzalig haar. Wat moet ik eigenlijk met mijn haar? Maar ik heb mee zien uitwaaien. Oh, weer een wimper. Mijn wimper attaqueert mijn oogbal. Ik denk dat we basic gaan doen. En gewoon met een speldje. Hup. Licht in. En klaar. Niemand ziet mijn haar. Voilà. Dit was my morning routine. Tja, it is what it is. Oké. Ik denk dat ik nog een keer een clean-up ga doen van mijn closet. Want ik merk eigenlijk wel dat ik veel kleren heb dat ik denk van, tja, dat zou ik nooit meer dragen. Bijvoorbeeld deze trui. Heb ik echt al jaren. En er staat op, what are you getting this Christmas? Blind drunk, zegt die dame. Dus ja, vet cool die trui. Maar bijvoorbeeld deze. Baby, it was real and we were the best. Ik weet gewoon niet meer dat ik sommige dingen moet combineren. Net zoals deze polo trui in het oranje. Ik heb geen oranje ding. Ik heb echt veel van die trui dat ik denk. Ja, die grijze wil ik dan niet wel doen, want grijze is altijd wel ergens goed. Die witte ga ik ook wel doen. Die witte van polo ga ik dan al bij doen. Dingetjes dat ik nu niet gedragen heb, ga ik denk ik wel terug weg doen. Dit ga ik bijhouden. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit niet. Dit ga ik misschien ook wel bijhouden. Misschien gewoon deze set. Dit niet. Het is eigenlijk te klein, dus nee. Het is gewoon echt too much. Dus ik ga een beetje mijn klerenkast opruimen. Ik ga ze dan eens aan steken als selfie. En ik ga er dan nog bij bestellen ook. Want ja, ik ga er waarschijnlijk tekort aan. Maar ik heb ook eigenlijk al een heleboel schoenen dat ik wil verkopen. Maar echt heel veel schoenen. Maar ik moet die nog opkeuzen zodat die proper zijn voor verkoop. Want ik vind dat wel belangrijk. Dus ja, that's what we're gonna do. Voordat we moeten vertrekken. Over een uur moet ik al vertrekken naar Q-Music. Dus ik ga vlug een uurtje het doorwerken. Jamie Lee Six, vandaag is het Jamie Lee, hallo! Hey, Oost! Met mij gaat alles prima. Ben jij hier veilig geraakt? Want je komt vanuit het verre West-Vlaanderen waar het onweer eerst was, hè? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat we net op tijd zijn vertrokken, want wij hebben er niet veel van gemerkt. Maar de hemel was prachtig, het was zo klaar, maar dan ook super donker. Ja. En dan die regenbogen, het waren er twee, het was een leuke rit eigenlijk. Ja, ik kom ook weer dichterbij. Nice! Alrighty, het zit er al op, Make a Music, en check dat weer. Het is Storm Louis die bezig is en nu is het echt
crazy donker. Als ik vertrok was het zo meer dit, een beetje lichtblauw. 40% korting op meubilair. Good vibes, en nu is het dit. Het is bijna zwart, je ziet het zelf niet zo op camera. Ja, echt crazy zwart. Dus nu gaan we een uurtje en half terug naar huis rijden. Waarschijnlijk nog iets gaan eten, maar we zien wel. Hallo my friends. Van hieruit zie ik eruit als een ei. Maar als ik het zo doe, en ik ga er even iets onder leggen. Oké, dat werkt niet. Ik ga mijn zin er even onder leggen. Dit is mijn outfit van vanavond. Vanavond heb ik afgesproken met de meisjes. En ik wil jullie eigenlijk dit tonen. Dat is die nieuwe lip butter van Kylie Cosmetics. Nee, van Kylie Skin, sorry. Of wat? Kylie Skin, ja. En ik vind die echt zot goed. En ik wil tonen welk effect dat heeft als ik het aan doe. Dat zijn mijn lippen nu. Meestal zijn die altijd droog. No matter what I do. En nu, wacht hé. Crème. Het ruikt ook zo hard naar vanille. En ik vind het echt fucking nice. Ik ruik echt graag vanille. Ik heb dat mee van mijn papa. Maar mijn mama ruikt niet graag vanille. Kijk, hoe mooi. Zot hé. Dus dit is de look van vanavond. Het is gewoon chill met de meisjes. En ja, ik zie het zitten. Oké, het is misschien nog leuk om te zeggen van waar mijn kleren zijn. Dit jasje is van Mango. Dit is van ofwel Maje ofwel Sandro. Van Maje. Dat pulk is van Maje. En hij heeft zo één opening in de arm. Die broek is van... Goh, ik heb die echt al lang. Van Niki. Dat is echt, ik vind dat een leuke broek, want die heeft zo hier een lijn. En mijn schoenen zijn van Gucci. Mijn riem is van Dior. Dat is zo een dubbelzijdige riem. Je kunt die zo en... Anyhow, je kunt een dubbel dragen. En mijn haar heb ik in een sleek ponytail gedaan. Kijk hoe lang mijn staart eruit ziet. Woehoe. Dus dit is de outfit voor tonight. En ik zit eigenlijk wel zitten. Het is lang geleden dat we iedereen gezien hebben. Dus ja. We zijn bij de meisjes, maar ik moet stil zijn, want we zijn aan het kijken naar het nieuws. We zijn echt volwassen geworden, als je om 7 uur kijkt naar het nieuws. Mijn nek is ja, en niet om 8 uur. Ja, ik was een mistje. Hallo. Leek op een E. Of 2. 1, is dat genoeg? Ja. Ik sneeuw mijn neus altijd met 2 zakdoeken. Oké, dat weten we dan ook weer voor de vlog. Veel is not in mijn neus. Sorry, mijn excuses. Wacht hé. Ah, dat vind ik een goeie om mee te beginnen. Licht aan of licht uit? Hello my friends, we zijn vandaag zaterdag. Ik weet ook niet waarom ik iedere keer blijf hallo zeggen. Ik denk omdat het gewoon iedere keer een nieuwe dag is. We zijn dus zaterdag, we weten niet echt wat aan de band zijn vandaag, maar ik wil jullie wel mijn outfit tonen. Ik vind hem eigenlijk zelf ook een beetje cute. Mijn broek is van Mango, dat is zo een balloonbroek. Ik heb die van onder opgerold. Mijn blouse is van Maison Un de Trois. Mijn trui is van Jacques Mu en mijn mantel is ook van Mango. Ik vond het leuk omdat ik hier redelijk klassiek ben. Klassiek ben om dan dit pareltje erover te dragen. Ik heb die eigenlijk al helemaal niet mee dragen. Dus. En als de zon blijft schijnen, is het top. Want dan kan ik mijn nieuwe zonnebril aandoen. En nu is het zonne, dus wil ik natuurlijk wel mijn nieuwe zonnebril aandoen. Dus we gaan die samen aandoen. 1, 2, 3, zonnebril aan. Want het is aan het zonnen. Dus ik weet niet wat we gaan doen vandaag, maar ik neem jullie wel mee. En dan zien we wel even. We zien toch iets rood nu. I like it. Oké, ik heb gisteren niks meer gevlogd. Want we zijn in de put beland. En Nini is toegekomen met haar mama. En we zijn eigenlijk de hele tijd blijven babbelen en kletsen en doen. En nu zijn we zondag en gaan we naar de voetbal en knokken gaan kijken. En dit is mijn outfit. Mijn pulletje is van Courage. Mijn jas is van... Mariam Al Sibai. Mijn broek is van, ik denk van My Jewelry zelf. Maar ik vind die, dat hij een leuke fit heeft, want die komt echt super laag. En mijn riem is van Yves Saint Laurent. En dat is mijn outfit. Super basic, gewoon chill vibes voor het voetbal.
Maar we gaan eerst achter bloemen, dan gaan we naar mijn ouders nugget gaan afzetten. En dan rijden we door naar Knokke. Knokke. Ik ben niet per se fan van een voetbalploeg. Ik ga gewoon mee voor de sfeer en blote. Dus ja, let's go. Hey. Babbel? Nee? Moet babbel? Zeg hallo tegen de vlog. Hallo. 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 Zo, dat is kwaliteit. Nee, nee. Hallo. Moet zo door mijn handje. Hallo. Hallo. Sorry. Thuis. Het is nu 6:20 en ik heb 2 pakketjes gekregen en ik wil ze graag tonen met jullie. Dit pakketje is van Kerastase en ik gebruik de shampoo van Kerastase. Dat is met de nieuw Premier herstellende haarverzorging met dubbele werking. Dus ik ben super blij met dat pakketje. Ik wil het heel graag uittesten. En ik ruik, ik kan dat niet geroken. Oh, het plakt nog toe. Ik ga ik in dat de conditioner open is. Waarschijnlijk niet mogelijk. En het is leuk, het is zo stap 1 in. Pre-shampoo. Oh, dat is ook toe. Ja, en je gaat het open doen. Pre-shampoo treatment. All types of damaged hair. Dat is de stap 1. En dan is het ook een stap 4. Een serum filler. Dus dat vind ik echt wel nice eigenlijk. Ik vind dat heel leuk. Er zo 4 stappen zijn. Ik was mijn haar ook 2 keer met shampoo. Omdat ik ja, massas heb gezien op TikTok dat beter is. Wat waar is, weet ik niet, maar... Oh. Ja, daar ruikt naar kapperie, dat is zalig. Zalig, zalig, zalig. En dan ook nog dit zakje van... ik weet niet vast. Van Garnier. Wat zit daarin? Glow Booster Reiniging Shell met vitamine C. Vitamine C Daily UV vind ik heel nice, want dat is... antipigmenten en ook SPF 50, dus die ga ik sowieso in mijn skincare routine steken. Dan heb ik terug een SPF. Ah, wacht, daarover heb ik die dubbel. Deze Pure Vitamin C nachtserum en deze Vitamin C serum voor overdag. Heel, heel nice. Ik vind dat leuk om zo'n product te ontvangen, omdat mijn skincare echt... Skincare is zo important, hè. Ah, en dat papiertje zit er ook in. Get glowy with our vitamin C products. Dus thanks Garnier. En dan dit. Dat is een CC-creme. En wat ben ik eigenlijk aan het filmen? Ja. En ik had dat gezien op TikTok. En blijkbaar is dat de beste concealer voor onder je ogen. Dus ik stel voor dat we dat morgen gaan testen. Ik heb mij net ontschminkt en mijn nachtcreme aan. Dus nu gaan we dat niet doen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Die is van Herborian. Ik had dat dus gezien op TikTok. Dus ik ben wel benieuwd of dat ook effectief zo zat gaat zijn. Maar dit gaan we dus morgen testen. Morgen zijn we maandag. Hatelijk, ik ga het maandag. Ik weet niet wat we gaan eten vanavond, maar ik ga me nu echt in de zetel leggen. Zo. Gewoon op mijn landen en geen sikke pet doen. Oké, ik vraag mij af. Iets een boterham met boter en hagelslag biedt. Ik weet het niet. Ik weet het echt oprecht niet. Ik vraag het mij echt, echt oprecht af. Soms kan ik zo verlangen naar een simpel bruin stukje. Let me show you. Oh, het ziet er zo goed groot uit. Een simpel bruin stukje. Een hoek wat boter. En muizenstrontjes. Oh, dat brood ziet er niet normaal uit. Oh. Salle. Een bord. Een nieuw liedje op mijn neus ook. Ik vind die videoclip zo goed. Horen jullie dat? Ik daar aan het luisteren ben? Hoeveel procent? Ik kan nog maar één blokje. Oeh. Het wordt te nippen of ik het wel haal of niet. Wat boter. Heb het tweede stukje. Zo simpel.
Mm. Nice crunchy time. En nu zo. Daar een beetje in doen. En die boter, dat is er niet afvallen. Mijn batterij is plat. Hallo, we zijn dinsdag en vanavond heb ik een evenementje voor de White Dinner. En ik wil jullie graag mijn look tonen, want ik ben volledig klaar om te vertrekken. Om 5 uur komen ze mij ophalen met de Polestar. Dus superleuk, ze hebben eigenlijk een soort van vervoerder regeld dat ik niet op en af moet zelf naar Antwerpen. Dus very, very nice. Dit is de outfit. Ik twijfel nog of ik haar ga aandoen of niet, maar dit setje is van Niki, dus ik ben blij dat ik dat nog heb, want dat is wel perfect voor vanavond. Ik ga er ook geen jas over aandoen, ofwel misschien een met losse, geen mouwen aan of zo. Ik weet niet zo goed. De eerste keer hier aanwezig, onmiddellijk de eer om werk aan invloedrijke ondernemende vrouwen, besloot ik dit netwerk in te zetten om andere vrouwen te helpen, zodat andere jonge ambitieuze vrouwen de kansen kregen die ik zelf vroeger niet heb gehad. Kijk maar kort haar. Dat zijn dus dingen, je kunt dat op je hoofd kleven en dan... Oh! Ik vind het wel interessant. Dit kun je dus op je hoofd plakken voor meer haar. Dus eigenlijk een nieuw soort extension. Maar dat is nu wel niet voor mij, want dat is voor te kort, maar... Charlotte Timmers, oeh. Ja, maar ik moet zeggen, ik vind dat kort haar lijkt nog cool. Heel mooi, hè. Wil je een wissel doen? Wissel! Oh, oh. Oh, ja. Maar die kleur zou je ook wel, hè? Zo die mesjes? Dat is te veel voor jou. Ja. Ja, gaan we niet doen. Gaan we niet doen? Nee, doen we niet. Ah, nu heb ik geen haar meer. We zijn ermee bezig, jongens. We zijn ermee bezig. Blond versie? Blond? Maar ik denk dat daar maar een kort stukje is. Dat is eigenlijk voor vanaf. De spoutjes zitten in de weg, denk ik. Oei, nee. Ja, dat zijn echte haren. Ik zou echt niet mooi zijn blond. Je bent echt een brunet. Ik ben echt een brunet. Oh, verschrikkelijk dit. Zou ik durven? Het zo kort knippen? Dat zou je wel echt fijn. Ja, ik vind het echt wel fijn. Aruba. Aruba. Food trends die in Zuid-Amerika hebben, die komen ook naar Aruba. En nu krijg je de... Aruba, Aruba. Aruba, Aruba. Ja, dan gaat het natuurlijk nu weten wat kleuren is. Oh, en? Die rug. Oh my god. Dat is een dien dat ik hier zie. Ja? Check, dat kaartje had ik genomen en ik dacht van deze aesthetic, dat past bij mij. Dat is die geur. Zie, dat is aan mijn ding. Nee? Ik doe het. Oké, hello my friends. Oei, mijn camera zit er zo. Er zit precies een vinger op. Alright, we zijn woensdag en vandaag heb ik een DJ-set in Kortrijk. Het is eigenlijk onze eerste DJ-set van het jaar. En de set is ook gewijzigd, dus ik heb een klein beetje stress om te zien hoe of wat, maar na 5 of 6 keer die set te doen, ga ik die natuurlijk weer van buiten kennen. Maar nu is het wel, ik heb zo'n klein stressje, terwijl ik weet als ik op het podium sta dat dat wel gaat weg zijn. Altijd, als ik bij te veel moet, dat begint te trillen. En Marie is onderweg naar hier, want we gaan samen naar de Floralux. Dat is een video doorgestuurd op TikTok van superleuke decoratiedingen, dus we gaan dat nu gaan chatten. En natuurlijk neem ik jullie mee vandaag. Ik denk dat ik wel vandaag de vlog ga beëindigen, dus dat hij misschien vandaag of morgen online kan. Maar ik heb ook heel leuk nieuws gekregen gisteren. Ze hebben een go gegeven voor een programma, which is very nice. Ze gaat het allemaal wel kennen, maar ik kan er nog niks over zeggen. Maar ik zit wel super hard zitten.
Dus dat is wel leuk. En het is eigenlijk al in maart dat we opnames doen. Dus nu ben ik aan het wachten op Marie tot als serie is om samen de Forlux te gaan. Hey, Flora, Lux. Woehoe! Ik had het al gezet. Ah. Woehoe! Kijk, ik ben wel heel excited. Ik ook. Oh my god. Die vrezen. Die excited. Hoe is het? Oh my god. Dat is zo tof. Dat is bijna leuk. Dat vind ik zelf leuk. Dat is voor een bloemetje. Ja. Oké, ik ga roze marijn mee doen en munt en check die potten hoe mooi die zijn. Dus dat past perfect. Dan kan dat mooi buiten zijn. Look at these. Zeg ik hier, doe ik hier een voorstelling. Ja, dit is dus een hele mooie bloempot met aardbeetjes en dit past dan heel mooi samen. Zoals je het kan zien. Ik ga dat wel in de grond zetten. Nee, maar op een tafel. En dan heeft Jamie ook nog deze leuke kaarspotjes gekocht. Voor buiten op tafel of voor binnen. Zo leuk. Dat is van mij. En dat is ook wat dingetjes aan omhoog. Dat is van mij. Cute, hè? Heel leuk. En het ding is, ik kan dan eindelijk zo dat rozemarijnwater maken dat ik altijd zie op TikTok. Want ik heb daar zo van die tubekjes voor, maar ik heb dat nog niet kunnen kopen, verse rozemarijn. Dus ik heb nu mijn eigen verse rozemarijn en thee. Munt. Sorry voordat ik thuis kom met een kip. Cochin. Dat noemt cochin. We zijn terug thuis. Ik ben alles aan het uitladen. Maar ik ga eerst een snoepje geven aan Nugget. Ik heb nieuwe snoepjes gekocht. Een soort van grotere versie dan wat ze nu heeft. Dus we gaan er even verlengen. Heeft mama een cadeautje mee voor jou? Dansen. Dansen. Flink hoor. En straks heb ik die DJ-set, dus dan zie ik jullie daar terug. Alright, we zijn in Kortrijk om de DJ-set te doen. We zijn in Kortrijk. Hier. Check al dit hier. Ik zal bijlichten. Jamie heeft een beetje stress. Hopelijk weet ze alles nog van de nummertjes. Een klein beetje. Er is in Kortrijk. Warming up. En hier ga ik dus ook de vlog eindigen. Morgen begin ik altijd met vloggen. Want morgen doe ik iets superleuks. En ja, dan zie ik jullie binnenkort terug.